Maar het is echt een geheime locatie. Het is een plek waar dus het goud ligt. Ja. Ontzettend hoge uitzondering, kan ik jullie wat laten zien. Dus 630.000 euro. Beleggen, cryptocurrency, edelmetalen. Het is natuurlijk allemaal best wel moeilijke materie. Maar ook super interessant en belangrijk. In deze miniserie nemen wij jou mee de financiële wereld in. We zijn nu op een soort van, ja, in de buurt van het moment suprême, ja. Als ik het zo mag omschrijven. Een geheime locatie. Ja, maar het is echt een geheime locatie. Het is een plek waar dus het goud ligt, ja. Waar we het fysiek mogen aanraken, mm-hmm. Waar we het echt gaan zien. Dat is vet, maar hoe voelt het en hoe ziet het eruit? Ik ben zo benieuwd als we straks die baren vast hebben, wat dat dan met je doet. Dat is maar mag dat? Ik weet het niet. Het schijnt echt wat met je te doen. Kijk, die kleine baren hebben we natuurlijk allemaal wel eens gezien. Ja. Of misschien zelfs wel vast gehad. Maar echt die grote baren, dat lijkt me heel bijzonder. Ja, ik denk dat we er gewoon heen moeten. We gaan naar binnen. Bart wacht op ons. En die gaat ons van alles uitleggen over hoe het in elkaar steekt hier zo. Zeker. Kom, gezellig. Het is koud, man. Ja. Marlon, JJ, welkom. Ja. Is het raar dat ik had verwacht dat hier mannen met geweren zouden staan en gepantserde wagens om alles te beveiligen? Ja, het is niet dan noodzakelijk dat er ook gewapend personeel is. Dat is ook erg moeilijk, maar de veiligheidsmaatregelen, je hebt ze gezien, die zijn erg streng. We zijn bij een leverancier van Gold Republic. Zij zorgen ervoor dat het edelmetaal dat wordt aangekocht bij ons, dat komt hier vandaan eigenlijk. Ja. Dus dat we hier mogen filmen is eigenlijk heel bijzonder. Dat is uniek. En we gaan ook even wat zien, toch? We gaan het aanraken. Bij ontzettend hoge uitzondering kan ik jullie wat laten zien. Dus, ja, is dat? Nee, ja. Maar dat zeg je nu gewoon voor de camera, toch? Nee, is dat echt? Nee, dat is echt. Ik kan straks misschien wat zeggen over wat er dan op het tafeltje ligt en hoeveel dat waard is. Maar het gaat echt om gigantische bedragen, dus dat kan niet zomaar. Ik word gewoon zenuwachtig nu, jij niet? Ik heb er helemaal zin in. Je wordt er meteen mee geconfronteerd. Ja. Goud in een heleboel verschillende vormen, zilver natuurlijk ook. Als mensen heel graag hun edelmetaal willen zien, kans bieden wij ze ook. En dan kunnen mensen die dat graag willen, die kunnen hun goud of hun zilver vasthouden, selfie meemaken, baarnummertjes controleren. Kussen, en, even mee slapen. Als je dat wilt. Ja, want als het goed is, krijg je iedere dag een mailtje van jullie, waarop dan de baarnummers staan. Ja, wij zeggen dan, wordt bestendigd in je eigendomsrecht. Dat is een hele chique term. Maar je wordt eigenlijk gewoon elke dag opnieuw, krijg je het bewijs dat jouw goud van jou is. Oh shit. Oh, wat glimt het. Nou, ik denk dat het leuk is om gewoon even kort het proces door te nemen van... Weet je wat ook leuk is? Hoe Madelon hier ineens zit. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Deze baren, dat zijn nieuwe baren. Dus dit is nieuw zilver en dit is nieuw goud. Wow. En dat... goud mijnen we, dat halen we uit de grond. En dan na een zuiveringsproces heb je dan te maken met dit spul. Ja, dit zijn hele kleine bolletjes puur goud. En vervolgens hebben we dus na een heel moeilijk proces, dat proces is ontzettend moeilijk, allerlei chemische processen om het goud los te weken. Ja, vervolgens kun je dit heel precies wegen. Want als je goud hebt, dan wil je zeker weten dat het ook echt een kilo goud is. Nou, en dan kan je die smelten in bijvoorbeeld een kilo. Ja, een kilo goud kost nu ongeveer 51.000 euro. Dan besef even wat daarover ligt. Misschien is het leuk om jullie gewoon even dit te laten voelen. Ik schuif hem eventjes hieronder. Zo, dit is zwaar. Dit is bizar wat dit weegt. Ze hebben nu 102.000 euro hier op tafel liggen. Oh, dat is wel echt... Dat is echt zwaar. Dit is wel echt een stuk zwaarder dan ik dacht. Wow. Dus dit is echt van iemand. Iemand is eigenaar hiervan. Niet iemand die bij Gold Republic een account heeft, is hier geen eigenaar van. Dit is echt nieuw goud dat nog gekocht kan worden. Dit is 100 gram.
Dus het is ook 6.000 euro? Het is een goede 5.100 euro. Ja. Past wel goed in je portemonnee. Ja. Kijk, dit is ook 100 gram. Deze baar is geslagen en dat betekent eigenlijk een plak goud gaat door een machine en die slaat daar constant deze baren uit. Want de dichtheid is dus heel erg hoog van goud. Juist, juist. Bijna dezelfde dichtheid heeft wolfraam. Ja, dat is een metaal dat kost een paar tientjes per kilo. En dat is dus ook het metaal waar het meest mee wordt gefraudeerd. Waar komt het in godsnaam vandaan? Er zijn een paar plekken op de wereld waar je best goed goud kan vinden. Moet je denken aan Noord-Amerika, Zuid-Amerika, maar bijvoorbeeld ook in China wordt heel veel goud gewonnen. Hoe weten jullie dat jullie goud zo gewonnen wordt dat er niemand last van heeft en dat het op een goede manier gebeurt? Daar is het LBMA certificeringstraject voor. Zo'n LBMA certificering houdt eigenlijk in dat 1. Er geen mensenrechten worden geschonden bij het mijnen van goud. Dat het gebeurt onder zo milieuvriendelijk mogelijke omstandigheden. Ethisch verantwoord goud. En dus niet gewonnen met kwik of met kinderarbeid? Nee. Wij worden wel eens benaderd door iemand die zegt ik heb een paar honderd kilo goud beschikbaar. Maar dan zeggen wij altijd nee, dat gaat er echt niet in. Dat wil je gewoon niet, als bedrijf wil je dat niet. Want dit kan gewoon op een ethische manier worden gewonnen. Want JJ, ik heb een leuke uitdaging voor je. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze baar vindt. Holy shit, jij hebt gewoon daar nog veel meer goud liggen. Ja, ik denk, ik laat het zo nog wel even aan jullie zien, maar daar ligt hier flink wat. Ja. We weten dat deze 51.000 is. Mm-hmm. Wat is dan dezelfde kilo in zilver? Ongeveer 700. Wacht even, 700 euro? Ja. Dit is 700 euro? Ja, 700 euro. Ik had veel meer verwacht. Is dat gek dat ik veel meer had verwacht? Als we kijken naar de afgelopen paar duizend jaar, dan is de verhouding van een kilo goud op een kilo zilver ongeveer 1 op 20. Maar op dit moment is die verhouding eigenlijk veel hoger. Maar dat betekent ook dat misschien wel zilver op dit moment heel erg goedkoop is. Ja, waardoor het heel goed is om misschien in te investeren. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Je weet niets zeker. Wat we wel zeker weten is dat er elk jaar meer zilver wordt gevraagd dan geproduceerd. Ja. En dat zilver op olie na de meest veelzijdige grondstof is. Mocht je nu bij jezelf denken, dit is allemaal hartstikke leuk wat jullie allemaal vertellen. Maar ik wil hier gewoon meer over te weten komen en ik wil uitvinden of het wat voor mij is. Kijk dan even in de link in de beschrijving. Dan kom je er vanzelf achter of het wat voor jou is. Doe altijd goed je onderzoek. Weet wat je doet. Maar ik snap wel dat als je dit hebt gezien, dat je denkt bij jezelf, nou, ik wil toch eens een kijkje gaan nemen. Ja, deze, dit is, voel maar even. Holy shit. Wow, hoeveel is dit dan? Dit is 31 kilo zilver. Om naar boven, ja. Ja. Dat moest ik een keertje doen in mijn leven. Ja, dit is 12,5 kilo goud. Kijk nou. Ruim 630.000 euro. 630.000 euro. Ja. Ja, ik noem dit altijd instinctief geld. Want je kijkt ernaar, je wil het meteen aanraken, je wil het meteen voelen. Ik mag dit spul al ruim 10 jaar. Mag ik er aan zitten, mag ik erover praten? En nog steeds heb ik dat gevoel van, wauw, dit is bijzonder. Ik ben heel benieuwd. Nee, maar dit, het is heel erg veel. Jij hebt ergens zo'n baaltje, heb jij hier gewoon liggen met jouw naam erop? Ja. Hoe is het voor jou om het nu aan te raken dan? Nou, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar je wil eigenlijk gewoon dit mee naar huis nemen, toch? Ja, het is heel bijzonder. Besef je wel dat hier gewoon voor, ik denk in totaal tezamen bijna een miljoen op tafel ligt? Ja, wel meer ook. Ja. Besef je dat? Het is echt gek. Kijk, hier hebben we een weegschaal. Ja. Nou, wat je dan kan doen is, hier staat op 1000 gram. Ja, er zit een plastic hoesje omheen, dus hij zal waarschijnlijk net ietsje zwaarder zijn. Maar dan weet je dus, dit is exact 1000 gram goud. Geld moet aan bepaalde karakteristieken voldoen. En een hele belangrijke, waardoor jouw eurotjes bijvoorbeeld geen geld zijn,
is dat het zijn waarde verliest. En dat geeft dus aan dat goud niet alleen maar de inflatie bijhoudt, maar zelfs die inflatie nog wat, het heeft een return van inflatie plus. Dus je koopkracht neemt toe met goud. Koopkracht neemt toe. Het is met recht the money of kings en the king of money. Heel bijzonder om het echte goud van dichtbij te zien en te mogen aanraken. Er is natuurlijk nog veel meer te zien en te vinden in de financiële wereld. Maar wil jij nu daadwerkelijk ook goud aanschaffen? Bart die legt ons uit wat er namelijk gebeurt als je goud koopt bij Gold Republic. Madelon, Bart, wij hebben net dit fysiek in ons handen gehad. Dit is niet het echte werk, hè? Dat ligt hier niet zomaar op kantoor, neem ik aan. Klopt. Terwijl jullie wel een hele gevaarlijke hond hier hebben die het wel allemaal zou kunnen bewaken. Ja. Hey, even een vraagje. We hebben het gezien. We hebben het fysiek in ons handen gehad. Het doet wat met je. Hoe gaat dat in zijn werk? Want ik kan daar dus niet heen om het fysiek te kopen en te zeggen, nou, hier geef het maar mee. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om het fysiek uitgeleverd te krijgen. Nou, dat kunnen wij ook organiseren. Maar als je goud wil kopen, dan wil je het eigenlijk ook heel snel kunnen verkopen. En want stel, die koers die gaat een keer hard omhoog. Dan wil je misschien wel eens een keer een stukje van je goud inleveren. Dus ja, liquide maken. Daarin zijn wij gespecialiseerd. Dat doen we nu al 10 jaar. Wat wij doen is, wij verplaatsen jouw bezit onder hele strenge beveiliging naar een kluislocatie. Bijvoorbeeld in Amsterdam, in Frankfurt of in Zurich. Zodra het daar ligt, krijg je van ons het bewijs dat jouw goud daar ligt. Als het economisch wat slechter gaat, dan zie je vaak dat goud daar goed op reageert. Maar goud is niet immuun voor koerscorrecties. Maar dat is niet? Nee, dat is correct. Naar boven, maar ook naar beneden. Er is altijd risico. Juist. Ja, dat zijn redenen waarom wij stukken publiceren, artikelen schrijven, maar ook op YouTube dus actief zijn. Zodat als je zenuwachtig wordt van bijvoorbeeld een koerscorrectie, dat wij proberen te duiden waar die vandaan komt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, we mogen niemand adviseren, zeg ik er toch wel even bij. Maar we vinden het altijd leuk om mensen te informeren. Het is uiteraard wel belangrijk, zeg ik toch even als edelmetaalspecialist, dat je goed weet waar je aan begint. Ja. Maar als je dan weet waar je aan begint en je zegt, ja, dit past bij mij, dan ga je naar goldrepublic.nl, klik je op open een account en dan kan je binnen. Ja. Een minuutje of 20, 30 kun je bij ons aan de slag. Dat doe jij ook. Mm-hmm. Zo simpel is het. Het is tijd dat ik dat ook eigenlijk ga doen. Nee, we hebben in ieder geval het goud vastgehouden. En we hebben nu 3 afleveringen hierover gemaakt. Dus nu is aan jou de keuze. Wij heten je natuurlijk graag welkom. Maar waarom zou ik voor jullie kiezen? Gewoon om nog even een knuppel in het hoendel op te gooien? Nou, onze propositie is echt uniek. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Ja. Bijvoorbeeld, er is geen enkele andere partij die zo'n dagelijkse edelmetaaltoewijzing naar je toe stuurt. Ja, dat doen we dus al 10 jaar. Met inmiddels meer dan 10.000 accounthouders. Oh, wat doe ik mezelf nu weer aan? Ja, ik vind het mooi. Ik ga weer ergens induiken en dat vind ik leuk. Daar maken we dit ook, omdat het voor mij nieuw is en waarschijnlijk ook voor een hoop andere kijkers die hier helemaal niet bekend mee zijn, is dit een hele mooie eerste en goede stap. Je kunt bij Gold Republic instappen vanaf 50 euro. Nou, dan kan iedereen toch wel een paar biertjes niet drinken in het weekend tegenwoordig. Exact. Moet je dat er zo uithalen. Nou, dat was hem zee. Ja. Hoe vond je het? Ja, ik moet even het allemaal laten bezinken. Het is een soort van hip, koop vastgoed, goud, bitcoin, alles. Ik echt voor het grote geld, iets waar je eigenlijk zelf nooit bij komt. Er is een hele wereld waar je in kan verdiepen en waar je jezelf helemaal gek kan laten maken, maar ook hele mooie dingen kan doen. Want ik vind het wel heel interessant, want het is iets wat fysiek is. En nu ga ik gewoon op onderzoek uit. Kijk, ik ga het sowieso doen, of dat 50 euro is of dus 1000 of 10.000 euro, dat moet ik nog bekijken. Maar ik ben wel een beetje gekker van goud geworden. Ja, zeker weten. Het is prachtig en ik denk dat dit een mooi begin is om je portfolio uit te breiden en nog meer te spreiden. Dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat ik gewoon lekker met jou meega op die tour in de financiële wereld. En dan gaan we eens bekijken hoe we eruit komen. En mocht jij nou na vandaag denken, nou, ik wil daar ook wel wat mee. Dat zou kunnen, hè. Dat is helemaal jouw eigen beslissing. Geen advies van ons, maar het zou kunnen. Kijk dan even in de link in de beschrijving. Daar staat een link naar Gold Republic. Als je iets meer wil weten of iets wil gaan doen, klik gewoon op die link. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was day one. Hebben jullie nog mooie ideeën? Kan allemaal, laat het even weten in de comments. En vergeet natuurlijk ook niet dat Madelon heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Neem er ook even naar kijken. Dit was hem. Wij gaan denk ik even lekker lunchen, toch? Ja, laten we dat gaan doen. Die kant op.